and sin like we scatter. You see the penitentiary bars and cell blocks. So I took the one that she gave me called God. But I'm the one stepping through the herd with a weed and a fork and a sack of iron. Motherfucker wanna see who the fuck it serve. Me and Chad, the motherfucker, you what you deserve. And we trust it, trust it, trust that. Everybody in the place, stupid and bust it. They wanna know who be the bust it. Man, it's a letter of a slip and a bust it. Yeah, one, two, man, I'm saying how are you here? It's a week. It's a phone, no blue chain in the door. Now when I shake the link, link, you say, how is the link, link, the link, link? Show net gerokt, parkpop. Ja. Eerste reactie? Nat. Ja, en behalve dat? Het was nice, het was goede energie. Ik moet zeggen, het verbaasde mij dat ze maar desondanks het regende echt, dat er echt heel veel mensen stonden. Ik heb ze niet geteld, maar weet je wel, toch wel zo van 1000 of zo. Dat ik denk van wauw, weet je wel, ik zou niet in de regen gaan staan de hele dag. Maar. Dus ja, veel love hier gewoon. Nice. Heb je nog de setlist aangepast aan een van deze show of heb je gewoon je show gedaan? Ja, constant. Ja, want het is altijd een soort van gedoe en ze waren uitgelopen en blablabla. Dus dat is een van de dingen die minder fijn zijn tijdens festivals. Dat je altijd heel straks tijdschema hebt en vaak als je dat je ergens uitloopt moet je het ergens anders weer winnen en zo. Maar je hebt nu een goed gevoel, in ieder geval publiek gerocht en... Jawel, ik denk wel dat het een goed optreden was. Maar het had beter gekund, gewoon voor mijn gevoel. Dat blijft een beetje knagen. Weet je. Ik denk veel mensen die optreden, weet je, die zullen dat we hebben. Dat je gewoon weet, ja, het was leuk, maar het had beter gekund. Nee, we hebben Manu meegenomen, DJ Epsic meegenomen. Je weet zelf. Voor die energie? Ja, ik bedoel, kijk, laatste keer was het in Gouda, hadden we het samengerokt. En in het voorprogramma toen van Opzolder was dat ook alweer. Zoetermeer. Weet je, nou, deze op het podium en dat je shit ging gewoon nog kapot losser dan dat je dan dat normaal gaat. Dus ja, dat kunnen we wel weer doen, weet je wel. Dan gaan ze sowieso weet je wel, wat meer meenemen. Ook. Ik denk dat Nederland wel behoefte heeft al wat meer Neo en Manu op podia, weet je wel. Ook op grotere podia en zo. We weten zo graag, jij is sexy van wat het systeem is. We hebben een sensie van WV. Komt aan zijn pretenties, stap de bewensies. Heden op een kast, oh. We hebben dat kunnen kosmos. Je hoort de klap aan de stelen was. Vier klinken, in de polder. We hebben de donker, wat is dat van de loop, ja. Wat kan van zijn lijn in je hand, wat bedoelt. Dat gedacht met bedoelt, je hartstikke lijkt groen. Nu moet je natuurlijk.
was ik met alle planten. Je doet het goed los. Tussen de steden van Babylon. Nu ik rijd Hagelstorm. En leven gaat het door. Verandert seizoen per eeuwigheid. Geen de tijden van mannen als koets. En sprookjes. We klinken van woorden op zo'n bos. Ons sprookjes. Je zegt in Nederland heeft meer neo-menu nodig. Dus die komen neem ik aan dan ook op het album. Of niet? Dat weten we nog niet. Maar ik bedoel, de link met neo en menu ligt al in Osmosis. Live doen we hem dus. En op Osmosis 2 sowieso ook. Dus weet je, die zit er gewoon al in gebakken gewoon. Hetzelfde met de Colombiaanse bloedgroep papies, weet je wel. Vanmiddag opgetreden met de Metropool Orkest. Ten eerste reactie, vonden jullie, nou, hoe ging het? Het is zeg maar gedachte opblazend. 55 mensen met strijksectie, blaassectie, slagsectie. Ik ga het nooit vergeten, nooit meer. En degenen die erbij waren, die waren echt, die hebben een treatment gehad. Het was natuurlijk 1 uur 's middags, dus een heleboel mensen konden er nog niet bij zijn. Maar ja, het was echt vet. Wij vonden het kicken en we hebben een hele goede interactie gehad. Hoe is het gegaan om het voor elkaar te krijgen? Ik bedoel, zij Parkpoppen willen twee muziekstromen met elkaar mixen? Of, Het is ontstaan vanuit de organisatie van Parkpop. Die wilden met de Road to Parkpop winnaars van vorig jaar eigenlijk nog een extra soort van showcase maken. Maar iets heel bijzonders. Dus toen hadden zij bedacht van, we benaderen het Metropoolorkest. En wij zijn benaderd eigenlijk om de mix van alle tracks te maken bij elkaar. Tommy Two Times, onze DJ, heeft dat gedaan. We hebben dat aangeleverd aan de partituurschrijvers, die hebben daar muziek van gemaakt. En eigenlijk zo is het project ontstaan, om eigenlijk gewoon de Road to Parkpop een extra boost te geven. En wij zijn gewoon, wij betrokken, gelukkig gewoon als artiesten, om het een beetje, wij waren eigenlijk daar om mee te performen, maar ook een beetje de communicatie tussen het orkest en de artiesten te zijn. Zeg maar. Ja, want jullie traden zeg maar naast jullie zelf als MC's, waren er nog andere MC's van de partij, ja, toch? Ja. L-Rod, Perry Mystique en Nedertone. En ze hebben allemaal delivered. Iedereen had zijn eigen stijl neergezet op een hele dope manier. Dus het is gewoon echt te gek vind. Dan even terug naar jullie. Jullie waren een flinke tijd geleden. Zou je een grote prijs, zou jullie eerst meedoen? Ja, maar jullie zijn toen naar Portugal geloof ik gegaan, hè, voor albumopnames. Ja. Hoe staat dat nu met het album? Opnames zijn voor 75% afgerond. 25% daar doen we al een half jaar over. En ik gok nog een half jaar en dan komt die uit. Ja, dat is in Nederland. Is, weet je, als je weg bent, dan kan je echt werken. Als je hier bent, dan moet je zoveel dingen tussendoor doen. Dat is lastig. Maar in principe
voor ons is het echt een zegen om ermee bezig te zijn. En ik hoop dat iedereen het gaat checken en het ook vindt. Weet je wel, maar het allerbelangrijkste is dat ik het doop vind. Sorry, weet je wel. Het gaat nog een lange tijd duren, dus denken jullie zelf dat het gaat uitkomen? We willen het dit jaar nog uitbrengen. Maar dat moet ook platentechnisch kunnen. Zeg maar, we willen het goed distribueren en zo. De plannen moeten goed zijn. Zeg maar. Dan hoorde ik ook nog een verhaal van iemand die zei van ja, Nuclear Family heeft een andere naam. Is dat zo? Of... Nou, Kernkoppen hoorde ik. Ja, deze man is op de hoogte. sneak preview, dit is een sneak preview. Even kijken, Nuclear Family is onze bedrijfsnaam. Is het ook altijd gebleven en altijd geweest. Alleen, zeg maar, de Nuclear Family zoals jullie hem kenden, met iedereen erbij op het podium en zo. En telkens wisselende artiesten. Daar gaan we eigenlijk nu geen cd mee maken. We hebben besloten om echt Ahab, man met kale hoofd en de Engelstalige freestyles, die nu Nederlandstalig rap. En Key, wij doen het MC'en. En Tommy Two Times doet de productie. En eigenlijk die drie mensen, die hebben we omgedoopt naar Kernkoppen. Omdat we het niet helemaal gevoelsmatig niet lekker vonden om onder de naam Nuclear Family door te gaan. Daarbij een heleboel andere artiesten er ook altijd bij betrokken zijn geweest. En Nuclear Family blijft als begrip nog steeds bestaan, zeg maar. Alleen, ja, dus, er waren te veel complicaties met de naam. En omdat we Nederlandstalig nu een album uitbrengen, vonden we het beter om ook een Nederlandstalig dat goed naam te hebben. Met live band en al. Ja man, was de tweede keer. Ja, ik vond het wel een succesvol iets, weet je weer. Ging wel erg lekker, goede reacties gelijk. En ja, we hadden dan net pech omdat we eigenlijk een set van een half uur hadden geoefend dat we maar een kwartiertje konden doen. Maar ja, ik vond hem toch wel kort en krachtig. Wat was de reden voor dat je maar een kwartier mocht doen? Ja, omdat het uitgelopen is. Het is een half uur uitlopen en dan moet er gewoon wat afgehaald worden bij iedere artiest. Dus dat is wel jammer. Maar ja, doe je niks aan ook. Maar goed, je hebt sowieso nog eer om hier te staan. En, ja, het is geweldig, weet je. Adrenaline gewoon, weet je. Een kwartier heen en weer gerend over het podium met live band, backup MC, DJ. Wat was de belangrijkste reden dat je met live band eigenlijk bent gaan optreden? Ja, het was voor mij gewoon iets nieuws proberen, weet je. Kijken of het aan zou slaan en sowieso of ik het wel kon of zo. Het is gewoon voor mij van, het werd aangeboden als een project door de Popstralen, dat is dan een zaal in Dordt. Ze zeiden van, joh, wat vind jij ervan om een keer een live setje met de band, dan zoeken wij de artiesten voor je uit en dan... Maar kijken en dan pak je gewoon gelijk het grootste gratis festival van Europa om het even uit te proberen. Ja, nee, dit was niet meer de uit. Ja, we hadden wel dat pech dat de drummer van de vorige keer er net niet bij was. Dan hadden we een invaller moeten regelen. Maar het ging alsnog wel lekker, vond ik hoor. Als ik rijk dan een stuk en goed doe ik wat ik al niet aan de zetten. Het zijn even vast geketen, vast aan de regels. De tijd om een lastig te geven, een lastig te schreven. Maar hij mag er wel aan, maar het rekent geen strak op het spelen. Toen ik het tot voor de zeven, zit anders dan weten. Rappen zijn gewoon opgeschreven, naar hun belang is vergeten. We hebben een vlakte van regels, maar woorden schatten, schatten, verbreken. Een vlakte afgesproken, en hoe kom ik het tegen? Van water, van witte bleken, van passie, van gedeelte van de kracht. Aardig plaats.
weten. Want we wachten in één tot en dat we wachten dus leven. Stond de zaken, stond op de wezen. Alles op die shit als je handen op zal vlezen. Hoe vond je dat het publiek reageerde op ja, toch best nog wel onbekend iemand als jou? Als ja, wel goed, weet je. Ik had wel zoiets van, ik vond het wel goed. Ik vond het wel goed reageren. En nu komt over een klein maandje komt je tweede album uit. Uh-huh. Ben je er helemaal klaar mee? Ben je er klaar voor om hem te releasen? Ja, de master krijg ik vandaag nog en dan opsturen en dan laten pesten, zeg maar. Nou, Parkpop was ook voor jou een droom om hier te staan. Wat is nou de volgende droom? Lowlands? Ja, misschien wel. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook een droom. En ja, dat soort dingen, weet je. Zeker. Ik bedoel, meer festivals waar je echt heel graag wil staan? Pinkpop of zo, weet je wel. Ja, noem maar wat. Eigenlijk alle festivals. Ik vind sowieso elke festival waar je staat wel eer. Ja. Bijvoorbeeld zo'n groot Splash Festival. Maar ja, ik weet niet, weet je. Of dat zit er ook niet echt in of zo. Nou ja, wie weet. Wie weet, inderdaad.